Goedemiddag allemaal. Welkom bij het webinar Volt Basic versus Volt Professional. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Chris Krediet. Ik ben adviseur binnen het industrieteam. Ik woon in Schagen, ben 55 jaar en als hobby's fietsen, wandelen en mijn roadster. Ik zeg eigenlijk altijd de ontspanning en de inspanning bij elkaar opgeteld. En te vinden via LinkedIn uiteraard. Ja, en ik ben Jackie Lee, echte naam Sinao Lee. Ik woon in Assendelft, ben 35 jaar. Hou van reizen, sporten en gamen. Sport spelen nog steeds. Ja. Goed, even een korte agenda. Introductie hebben we net gedaan. We gaan eventjes de agenda af. Wat is Autodesk Volt? Wat zijn de verschillen tussen de verschillende Volt-oplossingen die er zijn? Daarna gaat Jackie eigenlijk over naar welke mogelijkheden je hebt met Volt Basic versus Volt Professional. En als laatste willen we afsluiten met toekomstige evenementen. Voor de mensen die met Inventor werken, interessant te melden dat we volgende week de Open Air training hebben in de Stoomhal in Wormer. Het wordt behoorlijk druk, we hebben nog een aantal plaatsen beschikbaar. En we zullen aan het eind van de presentatie er nog even verder op inzoomen. Nou, Quantum Company, een foto van een van onze teamdagen, waar bijna het hele personeel op staat, denk ik. Wat voor teams hebben we dan binnen Quantum Company? Uiteraard het industrieteam, waar jullie vandaag te gast zijn. We hebben een civiel team en een bouwteam, richten zich specifiek op die doelgroepen. En we worden ondersteund door ons IT-team voor de IT-oplossingen die er zijn, virtuele werkplekken en dat soort zaken. Afdeling Development ontwikkelt zaken voor vragen van klanten die we niet met standaard software kunnen invullen. En we hebben de studio voor het maken van virtual en augmented reality presentaties op basis van de 3D ontwerpen die jullie maken. Nou, waar richten wij ons op dan als industrieteam? Nou, met name op uiteraard de maakindustrie, de producerende industrie. En we doen dat met een aantal oplossingen van Autodesk, met name gericht op Inventor en Volt. En uiteraard design automation stuk, more business, sales configurator, is ook een van de speerpunten waar wij ons op richten. Nou, komen we nu even toe aan het stuk Volt. Ja, wat is het eigenlijk? Het is product data management, dus je beheert daarmee zeg maar documenten, tekeningen of artikelen. Je hebt daar drie varianten, een basic, een workgroup en een professional. Dat zijn eigenlijk de drie smaken die we op dit moment hebben. En die kun je uitbreiden voor mensen die dat nodig hebben met een zogenaamde office client. En bij Volt Professional is dan daar een web client inbegrepen voor het zoeken naar informatie, het viewen van die informatie en eventueel het afdrukken. Dus je kunt ook heel eenvoudig je tekeningen en documenten vinden. Volt biedt standaard een stuk relatiebeheer tussen modellen, Inventor modellen praat ik dan even over, of AutoCAD Xrefs. En je hebt standaard bij Basic heb je versiebeheer. Versiebeheer is eigenlijk elk moment dat je een nieuwe versie van je document aanmaakt. Dan uploadt hij die automatisch en houdt hij dat voor je bij. En wil je echt richting een stukje revisiebeheer. En dan praat je al gauw over de workgroup of de professional versie zeg maar. En ook het hele wijzigingsproces van je informatie is daarin in begrepen. Nou, het draait eigenlijk over een aantal kernpunten. Je hebt te maken met big data, eigenlijk één versie van de waarheid. Je kennisborg, hè, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Hoe leg je je kennis van je producten goed vast en hoe is dat allemaal traceerbaar? Doordat je het vastgelegd hebt, ben je ook snel of in staat om snel te leveren. Omdat je al je informatie, zeg maar, de laatste revisies geborgd hebt, weet je gewoon van als ik iets moet leveren, een product moet leveren, kan ik daar gewoon van uitgaan omdat het gewoon klopt. En een stukje complexiteit. Tegenwoordig zijn er verschillende mogelijkheden om samen te werken. Zowel intern als extern. En op het moment dat je een PDM systeem gebruikt, voldoe je ook meteen aan de wet en regelgeving. Want je hebt je hele documentenstroom, zeg maar, je technische documentenstroom heb je geborgd. Ja, als we kijken inderdaad naar de verschillen tussen de verschillende Volt-oplossingen, we zeggen basic, workgroup en professional. Nou, eigenlijk zeg maar op het eerste stuk, hè, als je kijkt naar een stukje integratie van je CAD-omgeving, snel informatie kunnen zoeken, één centrale locatie voor al je informatie, data her kunnen gebruiken, samen kunnen werken aan ontwerpen,
flexibel inzetten zeg maar, van die omgeving, integratie met Microsoft Office, hè, Word, Excel, PowerPoint, dan zie je eigenlijk dat al die verschillende oplossingen dat al in instantie bieden. Dus ja, is dat functionaliteit die je zoekt, ja, dan kun je eigenlijk al met Basic starten of kiezen voor een workgroup of voor een professional. Nou, als je kijkt naar ja, wat biedt het dan meer, ja, een stukje visueel management bijvoorbeeld binnen Inventor komt vanaf de workgroup. Je kunt daar ook allerlei zaken automatiseren, dus je kunt allerlei taken en deliverables kun je zeg maar aanzetten. Jobprocessor, bijvoorbeeld het automatisch publiceren van PDF's, hè, op het moment dat een tekening vrijgegeven wordt voor productie, is daar ook allemaal in te richten. Een stukje rapportage. Je bent wel wat meer in staat om je mensen te managen qua rollen en gebruik van de software. Dus je ziet eigenlijk zeg maar, dat het ja, dan ook wat breder in de organisatie ingezet kan worden. Als je bijvoorbeeld te maken krijgt met een full office omgeving, waarmee je mensen deel aan kan uitlaten maken van het goedkeuringsproces, zonder dat zij zelf de beschikking hoeven te hebben over de betreffende CAD-applicaties, zoals bijvoorbeeld AutoCAD of Inventor, afhankelijk van waar je de informatie mee wil managen. Nou, kijk je dan inderdaad naar Vault Pro, en dan ga je eigenlijk nog verder de organisatie in, want dan kun je bijvoorbeeld ook ja, engineering change orders gaan inzetten. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om meerdere locaties te koppelen. We hebben verschillende klanten die op verschillende sites in de wereld engineering locaties hebben. En die hebben zeg maar door die multi-site omgeving, hebben zij een volledig gerepliceerde omgeving. En je kunt dan ook kijken naar bijvoorbeeld integratie met je ERP-systeem. Zodat je echt zeg maar je items die je in Vault beheert ook direct door kunt schieten naar je ERP-omgeving. Dit was mijn deel in eerste instantie eventjes van de presentatie. Ik ga nu het woord geven aan Jackie die jullie verder helpt in deze webinar. Ja, dankjewel Chris. Nou, er zijn dus zo verschillend dat we echt een paar uitgepakt, zeg maar, gepikt hebben die naar mijn mening handig zijn en belangrijk zijn ook. Nou, onder andere het aanpassen van eigenschappen. Ja, je kan hier in één oogopslag zien van wat zijn mijn properties, wat zijn mijn system properties en wat zijn mijn user properties. Wil je die aanpassen, dan klik je erop en ja, die passen aan. Ja, dit structuur mis je dan in een full basic omgeving. Dan zou je toch echt jouw kolommen moeten aanpassen. Ja, je kunt hier eigenlijk als een soort van Excel omgeving kun je zeg maar in één keer de eigenschappen ja, gelijk trekken van verschillende documenten. Precies, ja, klopt. Dus dat is wel handig. Nou, hier een beetje over gehad, over jouw versies en revisies. Full Basic gebruikt versies. Hij loopt gewoon op, je checkt in, je checkt iets uit. Dat is een versie. Je gaat iets aanpassen in de property. Dat is een versie. Maar als je zegt van dit ga ik versturen naar een klant, ja, dan is het voor in een Basic vaak lastig terug te halen van welke versie had ik ook weer gestuurd. Ja, het is feitelijk nog steeds een work in progress omgeving die je ja, hebt. Ja. Precies. Ja, en met een revisiecontrole kan je zeggen van nou, revisie A. Het is gecheckt door iedereen, goedgekeurd. We gaan hem vrijgeven. En ja, die wordt dan gebouwd. Het product wordt afgeleverd aan een klant. En over 10 jaar komt de klant weer terug van hey, volgens mij misschien een onderdeel ervan. Of er moet een onderdeel gerepareerd worden of iets dergelijks. Ja. Dan kan je zo terugvinden van nou, die hebben we op dat moment uitgeleverd met versie A. Dus ondertussen kan het misschien versie C zijn uitgebracht. Maar zo kan je met die revisie terug traceren van waar het in zat. En, ja, je weet in ieder geval welke revisie van welk onderdeel geleverd is toen voor die bepaalde machine of oplossing. Ja, ja, dat is het. Ja, en dan wordt zo revisie gecontroleerd door een lifecycle eigenlijk. Ja, work in progress. Je kan bijvoorbeeld een check ertussen doen voordat je gaat vrijgeven. Wat gebruikelijk is, je gaat een work in progress, geeft het door aan een checker. Je checkt het. Ja, en dan de hoofd. Ingenieur, zeg maar, die gaat er releasen. Voor vanaf Vault Professional kun je ook met items werken.
Ja, een item is dan niks anders dan een soort van een blad, zeg maar, een knooppunt, een tekst waar je alles in kan Het is toevoegen eigenlijk. één Ja, één object, object, ja. ja. Die kan je modellen opslaan bijvoorbeeld. Je kan er Excel-files, berekeningen, kan je opslaan. Spec Specsheets, echt alles in dat sheet plaatsen, in dat object. En je kan ook bijvoorbeeld een item lijn maken. Ja, die modelleer je normaal gesproken niet in Inventor. Maar die kan je wel toevoegen als een item. En deze in een stuklijst stoppen, zeg maar. De build material. Dan kom ik bij de volgende punt. De build material. Die build material kan je dus inderdaad zo configureren dat je het naar wens met behulp van items. En daarna kan je het exporteren naar verschillende soorten formaten. Onder andere ook naar koppeling met de EUP-platform eigenlijk. Je kan een item converteren naar een file die EUP kan lezen en dan kan je dat zo gaan koppelen. Waardoor het proces gewoon sneller gaat lopen. Ja, je kan je eigen rapportjes genereren met de BOM report. Ja, dat is het werk met items, voornamelijk. Nou, daarnaast kan je ook in For Professional een zogenaamde engineering change order plaatsen. Dat is vaak bedoeld voor wijzigingen. Stel, je kan het proces optimaliseren bij de eindlijn. Het aanpassen, dat heeft natuurlijk invloed op verschillende afdelingen. Bijvoorbeeld inkoop, hoe moet dat ingekoopt worden? Hoeveel heb ik nog op mijn plank liggen? Kan ik zomaar iets wijzigen zonder het proces te verstoren of groot te verstoren? Nou, dan kan je eerst een change order plaatsen. Nou, dan kunnen alle belangrijke key users, zeg maar, die kunnen dan checken van, nou, is deze change order oké? Okay? Zo ja, dan is het goed. Als iedereen akkoord is, dan kan het change order doorgezet worden en de wijziging aangepast worden. Ja, belangrijk is ook om aan te geven dat je met zo'n change order eigenlijk altijd digitaal vastlegt hoe je wijzigingsproces gelopen heeft. Zodat je er ook zomaar in de toekomst weer op terug kunt grijpen van waarom hebben we toen besloten om dat te wijzigen. En dat is gewoon belangrijk. Het wordt gewoon allemaal digitaal vastgelegd, dus je hele proces ligt ook gewoon vast. Inderdaad. Dus, je ziet de afbeelding van papierwerk zoals het vroeger ging. Dat kan dus ook allemaal digitaal. En dan direct delen vanuit de Vault. Dat is sinds vorig jaar geïntroduceerd met de Shared Views. Maar vanaf 2019 zijn ze nog een stapje verder gegaan, Autodesk, door te koppelen met Fusion Team. Je ziet al wat afbeeldingen hier ook van een shared view, de rechter, de motor bijvoorbeeld. Op zich is dat prima als je een onderdeel meteen uit Vault wil delen en ja, de klant kan dan zien van, nou is het ongeveer wat ik verwacht. De klant heeft geen Autodesk-account nodig. Die kan zo, je stuurt een link naar de klant toe en ze krijgen het overzicht hier. In Fusion met Project Sync gaan we nog een stapje verder. Dan kan je namelijk ook de producten synchroniseren. Dus je kan het echt gaan delen in Fusion Team. Dat in combinatie met Fusion Team. De klant past het aan en zet het weer terug in Fusion Team met dezelfde naam. En dan kan je zeggen van synchroniseer de mappen. En dan krijg je de versie die ze hebben aangepast. Die komt zo weer in jouw Vault terecht. Dus dat is echt. Maar dat is helemaal afhankelijk van hoe je dat inregelt, zeg Ja. maar, hoe je dat inricht qua jobs en dat soort zaken Ja. binnen de In Vault-omgeving. Vault opgeven. Waar heel veel van onze klanten het voor gebruiken, is inderdaad een stukje samenwerking. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan ja, een partner waar je mee samenwerkt voor het snijden van platendelen, bijvoorbeeld plaatwerk. Op die manier kun je dat heel makkelijk, zeg maar, delen. Op het moment dat je het vrijgegeven hebt met Project Sync, dan synchroniseert hij automatisch ja, de plaatdelen die jij wil met degene die jij wil. Ja, en met de shared view is inderdaad op dat moment wat je hebt
gepubliceerd, zeg maar, wat je gedeeld hebt. Dat is ook die status. Dus die gaat niet zomaar updaten met Project Sync wel. Ja. Nou, er zijn nog heel veel verschillen in, tussen full basic en professional. Nou, het is te combineren met de collectie. De integratie met Mechanical, AutoCAD, Inventor. Nou, dat werkt met full basic, workgroup en professional. Dat werkt gewoon goed. Full basic zit in de product design en manufacturing collection. Maar als je niet al een stapje verder wil, dan gaan we richting de workgroup en professional licenties. Ja. Kunnen er misschien nog vragen zijn? We zijn eigenlijk een beetje aan het einde van dit webinar gekomen. Dus mochten er vragen zijn, dan kun je die stellen. Ja. En anders kun je me altijd daarna bereiken. En dan. En als jullie meer van Volt willen weten, op vrijdag 8 juni in Wormerveer is er een kennismakingsdag met Volt. En dan mogen jullie, zijn jullie aanwezig, jullie laten weten van wat we willen zien. Dan kunnen we dat gaan demonstreren voor jullie. Het is echt een halve middag in mijn hoofd zo. En ja, jullie zijn welkom. Als er geen vragen zijn, dan. Ik zie geen vragen binnenkomen. Oké. Okay. Nou ja, mochten er vragen zijn, dan zijn wij bereikbaar. Dus via de mail, telefoon of ja, website. Ja. Ja. Dan als er geen vragen zijn, dan zeg ik. Dan bedankt gaan we afsluiten. Ja, bedankt voor jullie aandacht. Bedankt voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer. Ja.